Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op woo, mijn kanaal Jeraski Game. Vandaag spelen Santino en ik ja. De Giant Zombie Man. Oh yeah. Ik ben één grote zombie noob, ik zeg er al wat bij. Dit is de tweede keer nu dat ik deze map speel. En ja, we gaan gewoon kijken waar we gaan komen, ja. Santino. Ik hoop zo hoog mogelijk. Deze is sowieso makkelijker dan de originele Shadows of Evil. Ik moet er even bij zeggen, ik vind Shadows of Evil niet super leuk. Puur omdat je allemaal questen ernaast moet doen. Dus dat is de reden waarom ik de Giant nu speel. En ja, we gaan gewoon kijken hoe ver we kunnen komen. Dus vind je dit nou leuk? Ram dan natuurlijk zoals je kaart op like nog. Wil je nou meer ervan zien? Laat me gewoon weten. Want dan kunnen we misschien, als we nu game overgaan. Nou, ik hoop niet nu, want dat is ronde 1. Nou, dat zal wel zo zijn, ja. Maar als we game overgaan, dan kunnen we gewoon over een tijdje weer een nieuwe poging uploaden. En worden we natuurlijk ook steeds beter. Hier is de Packy Punch. En ja, kom maar op, Santino. Kom maar. Kom maar op. Wij gaan dit doen, jongen. Wij gaan dit gewoon doen. Oké. Tot welke ronde gaan we? Oké, wij komen minimaal tot ronde 20. Ja? Ik zeg het alvast. 20. Ja, easy. We zijn maar met z'n tweeën, hè? Dus we hebben ook niet andere mensen. Zie. Oh, ik heb tactiek op deze map al, jongen. Ik heb deze map al volop spelen. Oké. Ja, ook Jaan. Sanchez, doe deze ding. Als je nu dood gaat, dan ga ik lachen, hè? Dat weet je. Ja, weet ik. Maar dat doe ik altijd in het begin. Dan ga ik altijd. Ja, weet je. Ik zeg het alvast. Dan weet je al dat ik kan gaan lachen als je dood gaat. Ja, ik kan nu al doodgaan, trouwens. Nee, niet doen. Heel grappig, doe ik niet. Jij bent zombie noob. Kijk. Vind dat moeilijk genoeg, ja. Oh, dubbel punt. Dank je. Dat komt door deze zombie pro, jongen. Oh, fuck. Hoppa. Hoppa. Nee, er zijn gewoon hele bepaalde tactieken op deze map. Ja, het is een oldschool map, dus we kennen hem wel een beetje en we weten hoe we kunnen rondrennen. Ja. Ik weet, de box staat als het goed is meteen daar in dat midden sneeuw. Nee, dat is dit keer niet zo. Hij kan overal spannen. Oh, is die niet meer gewoon standaard? Nee, kijk maar, hij zit naar rechts. En zijn de perks? De perks, perks kunnen rechts, ook verschillen wanneer jij de map respawnt. Dus de perks die staan, oh jawel, want daar staat nu, daar zit volgens mij speedcode als ik goed zie. Het zou daar staat in ieder geval perk. Ja. Hier is het bubblegum, hier binnen is het ook nog een perk, daar binnen is het een perk. Dus we gaan vanzelf zien waar alles zit en dan komen we vanzelf verder. Precies. Komen we vanzelf verder. En het is nu trouwens, ja, het is nu helemaal niet erg als je hier de RK5 koopt hoor. Dat is echt helemaal niet erg. Ik ben aan het zoeken, ik weet niet waar die hangt. Oh, die is hier. Oh ja, die zit dus te zoeken. Hallo! Ik ben nu namelijk out of ammo. Ik zat een wapen te zoeken, ik dacht ik wel van chill wapentje maar. Ja, de Shiva kun je halen, maar het chillste is toch wel de RK5 hoor. Ja, true. Ik ga gewoon zitten met de MR6 en een beetje nijven, dat is het fijnste. Dan krijg je lekker punt. Precies, dat kan ook. I want. Oh, kak. Ja, dat was dus. Dat maakt niet uit. Ja, weet je wat? Het is alleen maar extra punten mislopen, maar het maakt echt niet uit. Ja, precies, maar we moeten juist die punten hebben. Dus die booms oppakken is niet zo handig. Nee. Maar ja, fuck it. Wanneer zullen we verder lopen? Wanneer zullen we de eerste deur openen? Ik denk als wij zo rond de 3.000-4.000 punten zitten, kan het wel. Dan kunnen we alles in één keer openen. Gewoon, we openen gewoon deze ronde. Of we winnen gewoon deze ronde nog. En dan gaan we verder. Ja, is goed. Alright. En dan moeten we de power even aanzetten, dat zit wel. Zit achterin, dat is easy. Ja, er zit achterin toch? Zit dat buiten toch? Ja, dat is buiten. Gewoon achterin. Ja. Bij de deur, zeg maar. Die deur moeten we nog niet openen trouwens. Dat is één van de teleports daar achterin. Maar die moeten we. Ja, die kunnen we openen in principe. Weet je, we zien het vanzelf al, joh. We moeten gewoon even zo snel mogelijk Juggernaut zien te vinden. Ja, precies. Dat vind ik altijd wel fijn. Hè? Oh god, schrik me de tering. Ja, ze zijn ontsnapt, man. Ze zijn ontsnapt. Oh. Ik zit gewoon raar te repareren tegelijkertijd te schieten en shit. Jij hebt het druk, zie ik, hè? Is het veel? Oh, shit. Huh? Oh, dat was mis. Ik knijf de mis, ouwe. Oh, mijn god. Hoe dan? Hoe kun jij nou na mis snijpen? Oké. Ja, dat weet ik niet, hè? Wij gaan, we gaan gewoon door. Ja, ik doe over deze, dan mag jij. Oh. Dan deze. Ja. En dan die erboven? Ja, dan doe ik ook wel. Ja, dat is goed. Dan naar links. Power aan. Ja, zeker. Dat ook weer. Dat doe je hier. Beneden, toch? Ja. Huh? De power daaraan. Ja. En daar ik even over de brug heen, dan kan ik. Oh, hier staat Juggernaut bij de way al. Ja, ik wou net vragen, zit daar ergens een burk? Ja, ik heb alvast Juggernaut gekocht, dan heb ik hem gewoon. Ja, is goed. Oh ja, trouwens, dit is geen speedcone, is Moolkick die hier zat. Lijkt een beetje op elkaar. Dat is wel irritant. Oh ja, nee, ja, ik zag een grote box aan, dus. Nee, daarom. Oké, de power staat aan. Ja. Ik heb al Juggernaut, dus jij moet even zorgen dat ik 2500 punten heb, dan kan je hem ook meteen kopen. Ja, in principe is het nu de bedoeling dat we gewoon Juggernaut en goede wapens halen. Nee, dat ga je niet mee, Jan. Dude, ze staan hier allemaal. Ik dacht, het is lekker rustig hier. Ik kan wel even blijven staan. Oh god. Ze stonden allemaal in de deuropeningetje. En ik was vergeten dat hier een deuropening zat. Oh my god, ik had nog één hit nodig. Dude, ik was vergeten dat hier een fucking deuropening zat, man. Ja, hey, ik speel nooit zombies, man. Dit is de tweede keer dat ik zombies speel. Kak. Kan je me revive of niet? Ja, ik ga het proberen, maar. Er loopt nog één zombie hier.
Nog één. Er komen nog twee zombies via mijn poortje. Ah, dat was zo dom, hè. Dat was zo dom. Ik was echt vergeten dat hier een poort zat, jongen. Oh, rennen. Oh, nee. Dankjewel. Oh, serieus? Ik zou maar rennen als ik jou was. Nee, joh. Kijk uit ook achter, dat hè? Dat zijn de laatste, denk ik. Ja, I know. Dat was echt, ja, ik was vergeten dat daar een poort zat. Oké, we vallen op ronde 5, jongen. Hé, hey, jongen, dit is de eerste, dit is de tweede keer dat ik deze map speel. Daarom, dat is nog niet heel erg. Oh, ik hoor iets. Ja, zo'n kuthamertje. Oh, ja. Cocktail. Oké, okay, ik zal eventjes Emma halen hier, want dat is wel handig. Ik ben rood! Ah, ik heb nog een tijdje, joh. Ik ga bijna een tijdje. Ik ga los! Zo? Ja. Nice. En er is nog één zombie, dat is een crawler volgens mij. Oké, dan gaan we eerst even... Ja, er is nog één zombie, even Juggernaut halen. Ja. En dan niet doodgaan, Jan. Godnonderdien, dat was slecht. Zo. Jezus, Mina zeg. Ja, yes. Ik was echt vergeten dat daar een poort zat, man. Ik zat te kijken, oké, er staat daar een zombie, daar een zombie, kan het wel overleven. Opeens komen er fucking 10 zombies uit die fucking deur lopen. Ja, daarom, dat kan gewoon gebeuren, hè. Ja, dat kan gebeuren, 50, hè. 50, ga je kind niet. Ja, die ammo is duur. We moeten even zorgen. We moeten nu eventjes die zombie killen. Als het goed is, krijgen we nu hondjes. Wow. Ja, en dan moeten we even de box daarna doen, man. Ja, dat sowieso. Anders redden we dit niet. Nee, we moeten sowieso even goed wapens zien te krijgen. Oké. Krallen voor Sakouf. Er leeft er nog een. Hè? Oh, die zit hier. Ik hoor hem hier. Deze kant op. Oh, die kant op. Die kan niet hij hier. Ik denk dat hij hierboven zit. Of nee, hij zit hier. Oh, ik hoor hem. Nee, hij zit hier. Hij zit hier. Ah! Oh, what the fuck? Het waren Jesus! Ik schrok me de klote gek. Kijk, Shadow doodde jou. Ik weet niet. Oh, ja, God. Sorry. Oh, nu begint de nieuwe wave. Oké, als het goed is, hondjes, toch? Ja, als het goed is wel. Dat zou wel echt. Dan kunnen we gewoon het beste hier blijven staan. Ja. Ik weet nog, vorige keer stond ik hier. En toen stond er een hond bovenop me. Dus ik ga hier niet staan. Daardoor ben ik dood. Dat doe ik in ieder geval niet meer. Oké, ja? Hondjes? Dit zijn geen hondjes nog. Nee, dat heb ik door. Ja, we hebben niet veel ammo. En anders kunnen we altijd nog deze deur openen. Ja, dan moeten we die deur openen en dan moeten we daar bovenin gaan zitten, weet je wel. Oh, we're so fucked, jongen. Nee, rustig, we hebben de tijd. Gewoon headshots schieten, gewoon headshots schieten. Gewoon wachten tot er wat meer zijn, dan gewoon headshots. Hots. Gewoon lekker focus op die headshots, man. Dat bespaar je zoveel ammo, man. Ja, joh. We hebben vanzelf genoeg punten, dan kunnen we naar die box toe lopen en even een wapen zitten halen. Oh, god, ik moet dood. Dat merk ik nooit. Ik zit altijd naar links te kijken, jongen. Nooit rechts. Ja, je kijkt altijd naar één bepaalde plek. En dan staat er opeens iemand aan de andere kant. Ja, joh. Spaar je ammo mee. Schiet ik 2 bursten mis. Ik ook, hoor. Ik heb er veel aan. Er zit geen goed wapen, maar niet voor. Hij heeft dikke recoil. De eerste kogel schiet je raak. Oh, max ammo. Nice. De eerste kogel schiet je raak. En daarna gaat het helemaal verkeerd. Ja, precies. Maar dat maakt niet uit. Zometeen hebben we wapen. Oh, insta-kill, knijven. Daar hebben we sowieso... We hebben sowieso veel punten, man. Nu kunnen we in principe al naar de box toe lopen. Ja, dat kan niet. Hey, Jan, er zit hier een poort. Ja, ik weet het, jongens. Triple. Oh, kijk, kom eraan, man. Kom op, meteen chill wapen, kom op. Ik heb meteen regen, let op. Okay, ga weg. Ik ben unloaded. Kijk, regen, kijk. Let op, hè, regen. Zie je, regen. Oh, ik dacht wel dat ik regen had, dat is serieus. Kijk, ik ga nog één keer doen. Ah, Drekkon. Nou, oké, ik ben fully loaded. En wat heb je? De Drekkon. Dat is echt zo'n fucking chill wapen op zombies. Echt niet geloven. Ik heb de Haymaker, die is ook fijn hoor. Oh, de Haymaker is fucking beest. Ja, gewoon één kogel, zo, poink. Ja, nu nog, omdat we laag wave zitten. Maar. De Drekkon is tot ronde 20 volgens mij one shot. Wow, what the fuck. Lul. Oké, 1300 punten. Zullen we gewoon, nu komen er denk ik hondjes. Ja, sowieso. Gewoon hier buiten kunnen we het wel even overleven, want ze kunnen toch niet in onze rug komen als we hier gaan staan. Nee, ja, ze kunnen daar rechts wel spannen. Ja, klopt. Ja, hondjes. Easy. We moeten even kijken, we moeten even een tactiek zo meteen verzinnen als we ook wat meer perks en wat betere wapens en alles hebben. Packerpunch moeten we sowieso doen, dat is niet zo moeilijk in deze map. Nee. Gewoon dat ding linken. Dat komt wel goed. Oké, laat de hondjes maar komen, ze spannen hier toch zo meteen. Ja, kijk maar. Oh, op één kogel, ik heb één kogel nog. Eén kogel? Is dat de dragon? Ja. Jezus. Ja, ik heb niks te doen, man. Nou, succes, Santino, ik doe wel niks. Ik heb ook maar één kogel nodig, dan ga ik gewoon hier staan. Ja, dat was pas ronde 7. Jij mag gewoon mijn afstanden schieten. Ik voor me, joh. Jij mag gewoon mijn afstanden schieten, ik blijf hier staan. Scoochie. Ik schiet gewoon headshots op die honden. Oh, hier, Max hem alweer. Netjes, ik kan. Ja? Poink.
Zullen we hier gewoon even blijven staan? We hebben nu toch one shot. Ja, hey, hier kun je makkelijk blijven tot 115 zelfs. Even serieus. Echt? Not even joking. Oké, nou dan doen we dat toch? Straks even dubbeltappen zo zoeken als we genoeg punten hebben. En dan ja, speedcola is misschien ook wel handig. Oh, ik sowieso. En even een bubblegummetje halen, man. Ik heb wel zin in een kogelpje. Ik heb ook wel zin in een kogelpje. Hey. Dit is geen reclame, jongens. Bubblegum. Oh my god. Het is zo gelukkig dat ik die heb liggen, want die had een fan opgestuurd namelijk. Letterlijk bubblegum. Dus die ga ik vanzelf even verkopen. Hier in deze game. Niet in het echt, in de game. Kijk. God fucking letterlijk. Ja, joh. Met dit wapen moet je ook alleen maar headshots schieten, man. Joh. Ik kan gewoon in een borst schieten, dan krijg ik ook die kill. Zo, jij rent snel. Hop. 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 Ik blijf gewoon op één punt de hele tijd richten. Zo super chill. What the fuck, jij leeft nog. Wow. Ja, blijf jij daar gewoon aimen? Oh, ik zal me even... Hoppa, laat me liggen. Colette. Extra punten. Ja, joh, kunnen krijgen nu alleen niet zoveel punten, omdat we one-shot wapens hebben. Maar we komen wel ver. Ik zie moeilijk, man, dit. Ja, dit is echt zo fuck. Oh, ik zal hem maken. Dus daar heb je ook instant kill. Oh, ook instant kill, joh. Zo. Netjes. Oké, okay, dat is 109. Zullen we even één keer boksen? Ja, jij kan in principe. Ja, ik moet nog één keer boksen. Ik heb nog mijn MR6 vast namelijk. Doe maar. Ik loop met jou mee. Wacht, ik ga wel even een bubblegum kopen, man. Ja, die koop ik zo ook even. Zo. Jij hebt al meer zombies gespeeld. Coolant, jij hebt betere dingen. Oh, VNP, chill. Coagulant. Okay. Active for 20 minutes. Longer bleed out time. Ja, in principe is dat wel handig. Ja, is één skill. Ik koop hem ook even. Goed. Oh, wat is dit? Hey, Will Mine Bubblegum! Ik heb double always point done swiftly. Dat is active voor 3 full rondes, aim quicker, move faster while aiming. Dus gewoon stokken en quickdraw. Oh, dat is in principe wel relaxed. Voor 3 rondes. Wacht, waar ben jij nu? Ja, ik sta helemaal aan het begin. Het is nu wel schijn, want we doen nu heel reckless, weet je wel, die map. En zo meteen gaan ze opeens niet meer dood. Ja, en dan ben je de lul. En dan zijn we de lul, ja. Zo jongens, ze zijn allemaal in de hands. Fucking awesome. Ja, hè? Even kijken. Speed cola zo. Ik weet wel waar de ongeveer een beetje de perks zitten. Ik ga even zoeken, man. Ja, ik weet ook waar ze zitten. Ja, ga jij dat... Wacht, ik loop achter je aan, by the way. Is goed. Daar zit sowieso... Dit was Mulekick, hè? Ja. Ja, dat is voor als je 3 wapens wil. Boven is het Juggernaut. Ja. Ik heb hier dat. En dan moet je... Je moet bovenin nog even doorlopen, hè? Want dan kan je, als je over die stijger heen gaat, zit er ook nog een perk. Welke stijger? Ja, waar jij nu vandaan kwam volgens mij. Dat is een jug. Nee, dat is een double tap waar ik net vandaan kom. Oh, double tap. Oké. Zit hier beneden nog eentje of niet? Zit er daar een? Weet niet. Beneden is ja, wel, quick revive. Ja. Ja, quick revive, ja. Maar waar is speedcola dan? Daar, ja, zo. Oh nee, die is daarachter. Dan moeten we die deur hier openen. Oh ja, bij de linker. Ja, de dat is hier zo. Dat is wel kut, jongen. Dan gaat die hele tactiek gaan naar kloten. Maar dat maakt niet uit. We moeten die deur sowieso open. Ja, nou, we kunnen hier gewoon even... Als we hier gewoon even blijven staan. Gewoon nog een paar rondes. En dan gewoon zorgen dat we... Ja, misschien gewoon... Ik vind het wel cool om Haymaker zo te packen. Weet je. Het is niet het beste wapen, maar boeien. Nou, Haymaker is fucking sterk, hoor. Ja? Ja. Oké, nou, dan ga ik die gewoon packen, punchen. Ik moet alleen nog even een tweede best goed wapen hebben. Want ik heb nu de VMP. Wow, lek. Ik heb nu de VMP, dus dat is niet echt... Nee, is niet, inderdaad niet heel erg relaxed om te hebben. Oh, daarachter zit wat. Oh jee, max ammo. Wat zit er achterin? Dan zal ik even kijken. Ik ga even kijken wat er zit, joh. Ja. Cocktail. Dacht ik al. Ah, nou, ik noem het cocktail, by the way, jongens, maar het is Carpenter. Ja, Carpenter. Maar, ja, weet ik, maar ik noem het altijd cocktail. Ja, hij zegt Carpenter. Maar ik noem het, in Black Ops 2 hoorde je heel vaak cocktail. Ja, inderdaad, ja. Dus daarom zeg ik altijd cocktail, maar. Ja, of het was Cracker of zo, maar dat snapte ik ook niet. Oh, nee, ik zei altijd cocktail, want daar had ik altijd wel zin in. Nou. Ja. Gaat lekker, hè? Dat ging snel. We hebben ook nog een treffer als we in de penari komen. Er zit er één achter je. Zo. Lol. Eén kogels op poink. Ronde 11, jongen. Woo! Easy. This is how we do it. Ik heb nog in één keer mijn ding opgebruikt. This is how we do it. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. This is how we do it. Er komen hondjes aan en ze gaan eraan. This is how we do it. We komen tot ronde 20 minimaal. This is how we do it. Oké, klaar. Jongen. Zo, dan krijg ik een copyrightstrijd, man. Omdat ik zo goed kan zien. precies lijkt natuurlijk, hè. Ja. Het is gewoon allebei mis. Ja, daarom. Ik zat al 2 keer te schieten.
YOLO. Headshots. Headshots for days. Oh, easy. Oh, hier. Dat was hem al. Dat was hem al. Man. Hey, lekker moeilijk, man, dit. Wacht, let op deze. Oh my god. Oh, ik dacht al, je miste. Ja? Nee, natuurlijk niet, joh. Mafketel. Wat een grapje, jongen. Oké, okay, in principe kunnen we de volgende ronde, zeg maar, kunnen we best wel... We kunnen op zich wel doorgaan. Ik heb 6500 punten, jij hebt 4500. Precies, we moeten alleen even een paar deuren hoeven te openen, dat is het. Ja, deze kost 12,50, dus dan heb ik nog sowieso genoeg over. Ja, joh, maak gewoon we kunnen gewoon verder gaan, joh. Anders staan we hier ook alleen maar stil. Precies. Ik ga gewoon even rondlopen, fuck it. Is goed, maar niet doodgaan, hè? Hey, Jan, er zit hier een poort. Ja, ik weet het, jongens. Hey, Jan, er zit daar een poort, man. Ja, kijk uit, Tess, ik ga je dood. Ja, I know. Dat wil ik niet hebben eigenlijk. Dat zou een beetje een noep zijn. Yep. Als had ik Quick Revive gekocht hoor, daar niet van, maar. Maar ja, ik ben ook een zombie noep, dus eigenlijk was het ook wel even logisch dat ik dood ging. Eigenlijk is deze plek ook wel echt te makkelijk om te blijven, man. Eigenlijk hadden ze nog achter ons een paar ramen moeten doen. Dat was... Ja, maar ik vind, weet je, ik vind dat ze een zombie map moeten maken, gewoon zoals deze, weet je wel? Ja. Oh, daar alleen, ligt aan achter, zombie, alleen aan de zombie map waar je niet op deze manier stil kan blijven staan, weet je wel? Ja, precies. Zo'n oldschool map, alleen dan op een moeilijke manier, als je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. Want die Shadows of Evil, kijk, ik weet heel veel mensen vinden het leuk, maar ik vind er niks aan dat ik een oldschool zombie speler ben. En niet van al die nieuwe shit met die quest doen en dat wormpje daar de lucht in vliegen en ja. Dat link. En, dat vind ik niet chill, ik wil gewoon oldschool zombie spelen. Precies, gelijk heb je. En als ze dus een hele moeilijke map maken, die gemaakt is zoals deze map, dat is awesome, ja. Vind ik. Ik heb een nieuwe bubblegum, hoor. Ja, wie weet... Ja, ik heb ook een nieuwe bubblegum nodig. Even chillen. Wie weet komt dat Unquenchable. Weer. Unquenchable. Buy an extra perk. Dus ik kan hem nu 5 kopen, chill. Stock option. Dat is... Nam. Ammo taken from stockpile instead of magazine. Oh, dus in plaats van dat je op de magazijn ammo knalt... Knal je ja, nu dus alle je ammo op, zeg maar. Dus je hoeft echt maar niet meer te reloaden. Nee, maar het vreet wel alle ammo weg. Ja, weet ik, maar het is toch maar eventjes actief. Ik heb nog niet die goede bubbelguns, man, want ik heb nog... Ja, ik heb één keer zombies gespeeld. Ik ben net level 4. Ik ben er trots op. Oh, hier, eerste kill. Even nice, man. Ja, kijk uit, hoor. Het kan nu verraderlijk zijn, trouwens ook, hè. Oh. Het kan opeens heel erg druk worden, hè. Dan ben je de lul. Achter je. Hey, vriend, schiet eens even, joh. Ja, schiet eens even, zegt hij dan. Ja, tuurlijk. Ik ben aan het knijven, ja. Knijven is voor swagger boys. Lul die je bent, wat ook, joh. Ja, tuurlijk. Gewoon knijven, joh. Fuck it. Extra punt, jongen. Ik lach als je in één keer doodgaat, of serieus. Nou, eigenlijk niet. Dan ga ik huilen, maar... Hey, MXMO. Ah, oké, hij is voorbij. Dat was die hem weer. Die trekken is zo makkelijk te gebruiken, jongen. Oké, ga voor een crawler. Wat zei je? Een crawler. Oké, wacht. Ik doe het. Oh, ik gooi nu ook. Pak jij die eerste dan. Pak jij die eerste. Ja, oké. Oh, kak. Ik heb nog... Downie. Dude, oh my god. Ik zat te wachten tot jij hem gooide. Oh, ik dacht, wat de fuck ga jij doen met die granaat? Want dat is om zelf te gooien, er is er geen zombie meer over. Ja, nee, rot op, man. Ik zat op jou te wachten. Noob. Ja, niks haal je pek, joh. Ik zat serieus. Ik dacht, ik zit te wachten, weet je. Die vent, die gooit zijn granaat wel. Ik kijk waar hij hem naartoe gooit. Ja, ik moet hem koeken, de kant op. Ja, weet ik. Maar ik dacht, ik zat te wachten. Oh, fucking hell. Oh, wat een noob, joh. Ah, ja, ik heb allemaal shit weer. Niks aan de hand. Jongen, ach, kak. Oh my god, echt een noob. Heb je hem nou al gelinkt? Ja. Dit is één van de 3 teleporters. Oh, okay. We moeten er 3 doen, hè. We moeten straks achter die deur achter ons ook open doen. Nou, rennen, jongen. Ik ren voor mijn zakgeld. Yay. Oh, trouwens, hier komt dan iets spannen, hè. Het kan mixen ammo, kan alles zijn. Waar? Hier zo. Let op. Echt? Ik let op. Oh! Sail! Die kun jij gebruiken. Oh, Sail. Oké, wacht dan. Oké. Ah, kut. Dan moest ik eigenlijk even eerst naar een box toe lopen. Oh, dan kun je met mij mee. Kun je daar beneden. Ja, dan ga je naar een ander, ren naar boven, dat doe ik dus. Oh ja, ik heb het niet meer nodig hoor, ik ga die teleporten doen. Ah ja, boeien, ik had nog monkjes of zo. Oh ja, kan. Wacht, dan doe ik er wel eentje, ja? Let op. Ah, als ik nu rekening krijg, kan ik hem niet pakken eigenlijk. Jawel, ja, je kan hem wel pakken. Ah, de BRM, ja, maar die heb ik niet nodig. De VNP weer, god, nog één keer, laatste keer. Kom op, oh kut, kom op, die zombie is weer normaal, kom op, hè? Kom op. Argus, nee, dan heb ik 2 shotguns, hoef ik niet. Is de Argus beter dan Haymaker? Nee, niet? Zeker niet. Oké, ik zal hem even linken. Ga jij alvast, ik zal hem wat doen. Oké, is goed. Dan moet ik die deur achter openen. Ah, YOLO, we doen het gewoon, fuck die shit. Hij is al bijna open. Hij is al bijna open, nog niet. Ja. Komt er nu weer een perk of zo, of niet? Ja. Of een, oh ja, er komt er weer een.
Oh, nog een keer Sil. Oh ja, gebruik maar. Oké, nog een keer. Probeer jij gewoon monkeys te halen? Ja, is goed. Ik doe het hierboven. Is nu ook deze goed? Oh, ik dacht even monkeys. Kutzooi. Kom op. Ah, de Weevil. Oké, Weevil meer ammo. Fair enough. Alleen maar die spak is slap, ja. Ja, I know, maar ja, ik moet blijven traden, want anders kan ik maar één keer. Kom op. Ah, ik had even bijna de fucking... ding. Ah, Haymaker, godver. Ah, kut lulloos. Ik zie dat die Wunderwaffel langskomen, weet ja, je wel. Ja, irritant is dat, hè. En die Raygun, jongen. Ja, fucking naaiballen. Hij is open, toch? Ja. Ja. Nou, zal ik mijn Haymaker gewoon doen? Ja, joh, fuck deze shit. YOLO it. Fuck it. Haymaker tijd. Nou, is nog een keer Sil. Bam! Oh, nee, Carpenter. Oh, hij ziet er gaaf uit, gek! Dat is sick, hè? Holy shit! Awesome, doe jij er ook een? Kan ik niet, kijk, ik heb geen punten. Oh. Jij kan in principe nog een keer proberen, doen, hè? Hey, doe nog eens, dan krijg je een variatie erop. Oh, echt? Ja. Ja, lul, dan ben ik allemaal punten kwijt. Als ik nu mezelf kill, dan ben ik de lul, hè? Ja, dat is jouw eigen schuld. Moet jij even zeggen wat je erop hebt? Deadwire! Kut, dat is kut. Oké, maakt niet uit. We gaan wegrennen. Kom, lul, rennen, dat kom. Is jouw schuld. Wat is dat dan? Dat is een soort woendewaffe-achtige, maar die kilt maar één zombie. Oh. Nou, fuck it, dit is iets. Nu ben ik allemaal punten kwijt, dus dankjewel. Ja, en deze deur is nu open, dus... Oh, kak. We moeten daar in principe kunnen... boven dan campen. Ja, bovenin gaan zitten, ja. Ja, ik hou er niet van om de hele tijd te blijven campen. Ja, maar dat is het niet juist, jongen. Anders wordt het te moeilijk. Tenminste, één iemand kan hier zitten en de ander kan daar rondlopen. Ja. Ja, maar maakt het niet uit. We kunnen ook gewoon allebei rondrennen, weet je. Boeien. Ja, in principe wel, ja. Het is wel leuker. Gewoon schieten, joh. We hebben toch goede wapens. Kijk, want in principe, kijk. Oh, als jij boven gaat zitten, komen ze niet in mijn rug. Dan komen ze niet uit. Ja, oké. Okay. What the fuck? Oké, awesome. Niet naar mij te komen. Ik hoor de kills! Oh, wat een naai. Oh, achter ons. Kijk uit. Ik wou even de kills pakken, hoor. Oh, wat een lul ben jij, joh. Fucking klikken dat je er rondloopt. Ik heb bijna geen punten voor gekregen omdat we in één kogel killen, maar dat maakt niet uit. Komt hij weer in mijn rug, hoor. Het geluid is wel awesome, gek. Ja, echt, hè. Zit ik weer eens mis? Maar nou moet de hele tijd ook achter ons kijken, dat is fucking irritant. En jij die deur geopend? Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Jij wilt toch pack een puntje, hè? Ja, weet ik. Hij moet ook open. What the fuck is dit? Oh lol, dat was van mijn elektriciteit. Dat was je deadwire. Ja. Haha, ik nou al jouw punten. Gaat het ook op? Gaat het ook op die deadwire? Nee, dat gaat alleen maar door. Oh. Ja, totdat ik heb een challenge gekregen, weet je wat? Oh mijn god, wat dan? Survive 25 rounds, yes! Oh my god. Woo! Zoveel heb ik al zombies gespeeld, man. Oh my god. Goed, hè, van mij. Dat kan Jan wel. Ik heb tot nu toe alleen nog maar die dragon gebruikt. Ik heb nog in één keer die fucking... Hoe heet het? Ik ga met mijn VMP schieten. Of HVK heb ik nu, sorry. Oh, die slap jongen, ga weg. Ga ik niet meer gebruiken. Ja, daarom. Max ammo. Oh ja, laat hem even liggen. Laat hem gewoon even liggen. Ja, schiet je hele ammo naar de galmiezen. Ja, gewoon alles kapot schieten. Wacht, ik gebruik mijn dingo dan even, ja? Laden. Pak maar hoor. Kan je even reloaden? Oh, ja, oké. Okay. Anders verdween die. Ja, ik zag het al. En dat zou zonde zijn van de ammo. Yep. Want anders hadden we van niks leeggeschoten. Precies, ja. Dan zijn we de lul, hoor. Jezus. 6 kogels voor 1 fucking zombie. Lekker bezig, Jan. Dan ben je wel heel scheef, Jan. Ja, I know. Oh, dat 6-man Colette roll. Headshot. Oh. Dat kan in multiplayer niet, man. Kijk hoeveel headshots ik al heb, gek. Ja, ik niet. Ik kan gewoon op mijn borst schieten, joh. Ja, ja. Oh, achter je. Boredom. Astro, jongen. Dat is chill, hè. Ja, ik kan straks wel gaan upgraden. We krijgen volgens mij straks hondjes zelfs. Ik denk nu of volgende ronde dat we hondjes hebben. Je kan ook speedcola halen als je wil. Heb ik al. Oh, heb je die al? Oké, nice. Heb ik allemaal de moeder. Dit is zo easy, fetch me their soul. Kom maar, we gaan nu gewoon boven zitten. YOLO. Nee, we gaan hier in de teleporter zitten. In de linker. Zo. Ja, dat kunnen we ook als we fout gaan, kunnen we altijd de teleport gebruiken, hè. Ja, I know, maar ja. Ik kan toch niks doen nu, dus. Nee, precies. Oh, ik had die kill wel, ik hoorde hem. Oh, hallo.
zijn wel echt mooie honden, hoor. Ja, dat hebben ze, hebben het mooi gedaan. Ja, tot deze. Huh! Oh, kak! Oh. Ik probeerde er overheen te springen, maar dat ging niet goed. Ga je nou... Serieus? Ik ga pack a punch, komt goed. Jij kan het wel alleen aan. Fucking lul. Jij kan het alleen aan, ik vertrouw in jou. Je gaat gewoon weg. Je gaat gewoon weg. Je gaat gewoon weg. Ik moet zo meteen nog even de box doen, man. Ik wil nog even een beter wapen. Ik wil even Regen of zo. Dat vind ik altijd wel mooi om te hebben. Regen is gewoon zo'n standaard zombie wapen. Die moet je gewoon. Regen is helemaal niet zo goed in deze zombies. Nee, weet ik. Maar het gaat erom. Kijk, het gaat erom. De Regen is gewoon zo'n icoon voor de zombies. Ja, oké. Okay. Dus ik wil er gewoon sowieso één keer hebben. En daarna kan ik hem weer weggooien. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Ik heb altijd gelijk, ja. Oh ja, doe maar weer zo. Ik heb trouwens Blast Furnace op mijn trekken. En dat houdt in? Wat doet dat? Kijk, let op. Dan ploffen ze. Wacht. Let op. Nou, oké, wacht, let op. Moet je geen headshot maken. Oh, Carpenter. Ja, hebben we in principe niet nodig. Daar ga ik mijn leven echt niet voor wagen. Nee, ik ga er niet in rennen, joh. Ik zou wel zo proberen zo snel mogelijk die Deadwire voor jou te wisselen, man. Kijk op kus. Ja. Ja. Ik moet sowieso nog even een ander wapen zitten krijgen. Wacht, daar ligt de instakill, gast. Oh, echt? Pak hem even. Kut, ik ga dood. Oh, kut, sorry. Oh, kak. Ik kwam net aan en ik kon niet verder schieten. Achter je. Ik kon niet verder schieten, man. Maakt niet uit. Wacht, ik probeer insta-kill te pakken. Oh nee, hij knipt al. Ruim er gewoon naartoe. Nee, lukt niet. Fuck. Ik probeer zo snel mogelijk te killen, man, want dan kan je alles niet revive. Nee, je redt het wel. Achter je nog één? Netjes. Oké, okay, die niet killen. Alright. Oh, oké, okay, dat ging even fout voor... Ja, nu staan we kiet, hè. Ja. Oh, fuck. Ik moet natuurlijk niet eens speedcolen kopen. Fuck. Zal ik even nog een keer pack een puntje? Ja, ik moet godverdomme nog punten hebben voor Jux. Ja, je kan wat raampjes repareren en dan kijken of je, hoe ver je komt. Ja, je hebt het karmter erop gepakt. Dat is kut. Oh ja, fuck. Ja. Krijg je eigenlijk steeds... Oh ja, ik heb zo'n liquid divinium of zo. Ja, die kun je pas gebruiken als we over zijn. Wat? Ik heb nu Blast Furnace. Ook goed, dat is hetzelfde als wat ik heb nu. Oké, chill. Dan moet ik nog even kijken. Wacht, ik ga heel veel boxen. Wacht, ik ga daar boven wel dan campen, ja, voor punten. Ja, boven? Ja, daarboven, weet je, op die catwalk. Want dan kan ik tenminste punten farmen. Oh ja, nee, is goed. Ja, is goed. Ja, jij kan ook gewoon... Of je gaat daar bovenin zitten. Ja, dat doe ik ook. Ik dacht op het bruggetje dat je ging zitten. Oh, nee, alsjeblieft. Ja, weet ik veel. Godverdomme, ga nou weg met die grote Argus. Nog één keer en ik schiet die zombie door zijn kop met het ding. Are you fucking kidding me? Jan is de random box noob. Ik krijg niks uit mijn supply drop, dus ik krijg niet uit die fuck... Nee, zielig eigenlijk. Dat is niet goed. Fucking hell. Even kijken waar die komt, man. Want ik heb nu namelijk een RPG vast. Lekker slim. Ja. Jaraski. Nou. Ik vind deze map wel echt prachtig gemaakt, jongen. Kijk die fucking bloederige voetstappen hier. Is er al een nieuwe box? Nog not yet. Schiet ze op. Oh, hij spant hier gewoon. Oh, hiernaast. Oh ja, ik zie het. Chill. Beter. Ik zat gewoon op de kaart te kijken, dan zie ik het vanzelf waar die komt. Dingo. En we hebben... Dingo. En ik dingo. Had helemaal geen dingo. Nou, iedereen lag in een deuk. Precies, ja. Kijk, blijf jij daar voor campen? Ik blijf hier campen voor punten, ja. Alright. Want anders gaat het niet werken. Ik wil level 5 worden, man. Kom op. Ik ben er bijna nog. 6834 XP. Wow. Ja. We zijn er bijna. Ik moet zo meteen ook nog even bubblegum halen. Is goed. Even kijken welke aanstaat. Kom op, bitches! Ja, het duurt even, want ik had de carpet erop gepakt. Oh, ze komen allemaal denk ik naar jou toe. Oh nee, laat maar. Kunnen ze nu nog in mijn rug komen? Ik denk het wel, maar je moet niet te dichtbij komen bij mij. Nee, ze komen naar mij toe. Je moet niet te dicht naar die poort. Oké. Okay. Ik kom zo meteen wel op denk bovenbij zitten, want ik ben bijna out of ammo namelijk. Ja, is goed. Ja, dit is mijn laatste ammo. Ik kom eraan, ja? Ja hoor. Oké, ik kom er nu aan. Ik kom naar boven.
Want ik ben out of ammo. Maakt niet uit. Gaat gewoon die box. Ja, toch, joh. Shiva. Oké, okay, nou pak ik wel. Ik pak me nu wel op mijn lime machine gun hoor. Moet mijn ammo opmaken. Zo, dat was hem. Oh, tuurlijk, alles kon nu. En nu komt alles hier, ja. Hoeveel ammo heb je? Ja, wacht, wacht. Jij moet eerst schieten, als jij moet reloaden, moet ik het zeggen. Dan moet ik gaan schieten. Yes! Oh ja, jij hebt ook een dingo. Oh. Ja, maar we moeten gewoon onze beurt schieten, man. En nu moet ik reloaden en dan kan jij schieten, weet je wel. Anders gaan we sowieso fout hier. Nee, ik ga nog geen jugs halen, fuck. Waarom niet? Ja, dat... Ja, als we blijven gewoon hier één ronde staan, ja, dan haal ik even speed cola. Ja. Blijven gewoon één ronde daar bovenin staan. Dan hebben we samen sowieso de 20 gehaald, dat is wel mooi. Je slijt zo slow in zombies. Ja, is irritant, hè? Zo. Wacht, in principe kan ik eerst gewoon headshots maken. Kijk, ik hoef op één punt hoef maar te richten en ik maak al headshots. Ja, maar dan krijg ik een kill. Ja, maar dat is kut voor jou. Ja, dat klopt, ja. Kijk, als ik moet herladen, moet jij schieten. Ik had crawlers gemaakt, kan ik wat schieten. Wat een lul, joh. Hey, dat is gewoon wow, slim, kijk, ze allemaal komen, joh. Komen nu wel allemaal. Kijk dan, ze blijven staan. Ze blokken elkaar, jongen, ja. Op die trap. Ik ga even die dubbele punt ophalen. Wacht, wacht, laat mij. Ga weg. Doe maar. Ja, lala. Zo easy. Ja, hier kan je gewoon echt de hele tijd blijven staan. Maar dat gaan we niet doen, hoor. Dat is niet leuk. Nee, sowieso niet. Reload daarvoor. Ja, is dat instant kill nou? Nee, dat is. Dat is instant kill. Oh, hier is instant kill. Insta kill. Pak jij ze maar, hoor. Ik heb genoeg punten. Yay. Yay. Maar nu komen de honden ook. Oh, kak. Ja, die komen er tussendoor, ja. Kijk hem even genieten van zijn gratis punt, joh. Ja, toch? Zo. Alright. Oké, nu ga ik wel drugs halen, man. Ja, ga je nu? Ja. De ronde is nog niet voorbij, hè, denk ik. Ja, insta kill staat toch aan. Ja, maar die is bijna. En die atoombom, dus. Hè. Dat is vet, hè, die nieuwe atoombom. Ah, ik vind hem echt tof. Ik vind hem echt heel tof. Ik vind sowieso alle nieuwe dingen hierin vind ik al tof. Oh god, daar komen ze, hoor. Dat is mijn tactiek om door de map te gaan, jongens. Oh my god. Ja, sorry, ik was even te kijken hoe je snel ze kan bewegen. Kijk, gewoon zo. Fuck, double tap heb ik ook nog nodig. Wat ben je nou allemaal aan het doen, joh? Ik moet je zo meteen naar mij kijken, hoor. Dat ziet er geniaal uit. Oh god, ik moet rennen. Ik vind het zo jammer dat je zo slow bent. Ik kom naar je toe, Oh, wacht. Waar kwam jij? Oh, wacht. Let op, Santino. Wacht. Ik moet even... opschieten. Oh. Ja, ik zal maar doorrennen. Oh, kut. Ik ga verkeerd. Je moet zo. Fuck. En gewoon naar de... Check mij. Oh my god. Wat een kikker, joh. Ja, wat? Dan ga je best wel door de map heen, man. Oh, max ammo, man. Even schieten. Ja, ga maar lekker... Sprayen wat je kijk uit, hè. Kijk uit. Ik kan er ook achter komen. Hele accuracy naar de klote. Ja, gek. Accuracy. Sorry. Erg. Eén keer. En reload. Ja, doe maar. Ik ga zo meteen nog even mijn dingo pack-up punchen. Of ja, mijn dingo, ja. Ik heb toch genoeg punten. Oh. Rustig, jongen. Take it easy, take it easy, maat. Ik heb 250 kills met de Haymaker nu al. Jezus, gast. Ik hoef niks anders te gebruiken, joh. Nee, ik ook niet met de Dragon. We hebben wel geluk gehad, hoor, want we hebben gewoon meteen twee goede wapens. Daarom. Jij verneukt wel echt zwaar, jouw ammo, jongen. Ah, boeien. Echt, dat maakt ook niet uit. Ik ga even nijven. Mooi. Are you fucking kidding me? Hey, fucking kidding me! Ja, toch. Moet even zo meteen kijken welke bubblegum actief is, man. Hier rechts, toch? Oh, nee. Nee, die is niet actief. Irritant. Oh, hondjes? Ja, zeker. Oh, chill. Oh, hier is hij actief, man. Oké, want dan heb ik zo meteen mijn max ammo. Een paarse. I'm feeling lucky, aan Andy Mar. Fuck you. Krijg eigenlijk als je je wapen nog een keer packen plus, dan ga je niet de ammo erbij. Nee. Kan je ergens in deze map max ammo halen? Nee, of niet? Zeker niet. Ah, kak. Jammer, hè? We moeten weer een keer zo'n custom map doen. Kan je gewoon de max ammo halen? Ja, inderdaad, ja.
zou wel een mooie optie zijn om gewoon echt 15.000 punten of zo voor je hele ammo opnieuw. Ja, precies. Kan die? Ja, zeker. Pak maar. Ja, die ding heeft sowieso genoeg ammo. Dus... Ja, joh. Ik upgrade hem nog een keer, even kijken wat erop komt. Ik wil ook nog upgraden. Direwolf. Blast Furnace. Allebei. Nice. Furnace. Thunderwave is ook zo chill. Die ik nu heb. Thunderwall. Oké, okay, gaan we... Ja, ik ga daar weer heen terug, hoor. Oké. Rennen! Ik ga nou zo doen, een map. Slide en springen. Slide springen. Slide springen. Slide springen. Kijk, let op. Ga eens weg dan. Ja, zo ja. Gek. Ik kom terug. Oh god, oh god. Oh kak, mijn momentum is weg. Oh god. Zo. Easy peasy, maat. Easy peasy. Lemon squeezy. Achter je. Ah, oh, heerlijk jongen, al die headshots gelijkjes. Carpenter. Oh, what the fuck. Word je langzaam weer teruggedrongen of zo? Ze kwamen in mijn rug, ouwe, terwijl je daar boven stond. Die had ik niet zien aankomen. Wacht, ik werd teruggedrongen, ja. Kut. Oh. Rustig aan, joh. Achter je. Achter je. Ik zal maar naar boven gaan. Ga naar boven. Ik kon niet eens doorrennen. Hou toch op, man. Hey, we hebben serieus bijna hetzelfde aantal scoren, kijk. Oh my god. Ja. Dat is toch dom? Nou, ik kon niet doorrennen. Ja, dat was een beetje slecht. Je kon wel kak. Weet je wat het is? Ik heb die map van één keer gespeeld. Dus ik dacht dat ik al in die fabriek van jou stond. Ja. En ik moest nog een deur door. Dus ik knalde weer tegen die muren aan, net zoals bij de eerste dead bij die kutpoort. Dus Jezus, man. Ik kan het zo haten, hè, van deze zombies. Ik denk dat we het nog een keer moeten gaan proberen. We kunnen ook gewoon een keer Shadows of Evil proberen, maar dan moet ik wel iemand hebben die alles kent. Want ik weet helemaal niks van die man. Oh, die ken ik ook wel, hoor. Oh, nou, dan kunnen we dat een keer proberen, jongens, ja. Als jullie dat willen zien. Ik ben in ieder geval level 5 geworden. Ik heb in totaal, hier, Survive to the End of 25 rounds gehaald. Dus dat is een goede challenge. jongen. Dus ik vond het een mooie... Hey, ronde 2. We hadden nog veel verder kunnen komen, jongen. Ja, als ik door had kunnen rennen daar, jongen. Godverdomme. Ah, joh, boeien. Ah. Ik vond het een mooie poging. Ja. Tweede poging van mij ooit in Black Ops 3 Zombies. Dus, hey. Niet zeuren, ja. Niet zeuren. Nee, oké, dat is waar. Hey, jongens. Mocht je hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zoals je kaart op like op. Het is gewoon één gehele video van ongeveer 39 minuten lang. Dus als je hebben genoten, ram die like. Of vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op zijn kanaal. En dan zeggen we, top, de volgende keer maar weer. So we do it, yeah. Bye bye, mensen. Laat eens.